Ja, we zijn hier vandaag in Darwin op de Darwin Showgrounds. En vandaag heeft de scrutinering plaatsgevonden. Dat is eigenlijk de APK-keuring voor zonneauto's om mee te mogen rijden in de World Solar Challenge. En wat er vandaag eigenlijk gebeurd is, is dat het hele reglement, en dan hebben we het echt over een flink boekwerk, dat erna is gelopen door vrijwilligers van de organisatie. En we hebben eigenlijk aan moeten tonen dat we aan alle eisen voldoen. Dan kun je denken aan veiligheidseisen, maar dan kun je ook denken aan of het elektrisch systeem werkt zoals we hebben opgegeven. Of de maten van de auto goed zijn. Nou, eigenlijk hebben ze de hele auto nagekeken. Naast de auto zijn ook de coureurs bekeken. Dat wil zeggen dat ze over de juiste papieren moesten beschikken. Maar ze zijn ook ingewogen. Dat is belangrijk omdat iedereen die moet 80 kilo wegen voordat hij de auto ingaat. Mocht de coureur nou lichter zijn, dan wordt er ballast bijgeplaatst. Die gewichten zijn vandaag bepaald. Ze hebben goed veel water gedronken van tevoren om toch weer net een beetje zwaarder te zijn. Ik kom net 5 minuten geleden het gebouw uitlopen en ik kan zeggen dat het gelukt is. Zonder enkel probleem hebben we gewoon alle stations eigenlijk doorlopen. En hij is goedgekeurd, dus we kunnen de weg op.